Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univé Oost. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van De Boer Op. Deze week zijn we te gast op het pluimveebedrijf van de familie Thomassen in Doetinchem. De dag begint met een controleronde door de stallen. Mijn naam is Roy Thomassen, ik ben legpluimveehouder in Doetinchem. Ja, want hoeveel legpluimvee heb je? We hebben hier ruim 120.000 legkippen op bedrijf zitten. Oké, het is nu 's ochtends vroeg. Wat zijn de kippen nu aan het doen? De kippen hebben net hun ontbijt op. En ze zijn nu, een gedeelte is al aan het leggen en het grootste gedeelte is zich aan het voorbereiden om een ei te gaan leggen. Dus. Want hoeveel eieren krijg je per dag? We hebben hier 110.000 eieren op een dag ongeveer. Oké, en wat gebeurt er met al die eieren? Deze eieren gaan naar een pakstation. Dan worden ze gesorteerd en verpakt in de uiteindelijke consumentenverpakking. En die zijn eigenlijk te koop bij alle Nederlandse supermarkten. Nou, de legbatterij, dat waren eigenlijk kooitjes van 50 bij 50. En zoals je ziet, kippen kunnen hier vrij in... rondvliegen. Ze kunnen op de grond gaan zitten scharrelen. Op het systeem kunnen ze eten, drinken en hun ei leggen. Ze kunnen eigenlijk de hele dag doen en laten wat ze willen. We staan nu in de stal. Wat was de bedoeling dat je nu gaat doen? Ik wil eigenlijk even een controle rondje lopen en de buitennesteieren, dus de eieren die op de grond liggen, gaan rapen. Zijn dat te veel? Gebeurt dat vaak? Gelukkig niet. Dat houdt bij tientallen houdt dat gelukkig op. Dat is een hoop extra werk, dus we trainen ze er ook echt op om het ei te gaan leggen in het legnest. Op welke manier doe je dat dan? Met name als ik zeg maar net jonge hennen in de stal heb, is het gewoon zorgen dat een ei wat op de grond gelegd wordt, om die zo snel mogelijk weg te hebben. Dus op het moment dat er een ei op de grond ligt, dan kan een andere kip denken van hé, dat is een nestje en ik leg er een ei bij. Dus het is met name in het begin als de jonge hennen in zitten, zorg je dat die eieren zo snel mogelijk weg zijn. Dat ook de eieren, dat er geen eieren bijgelegd worden. Hier zijn de legnesten waar de kippen hun eieren leggen. Als je, je ziet dat het er op dit moment lekker druk is. Doordat die flapjes zo hangen, is dit eigenlijk het donkerste plekje van de stal. Er ligt een kunstgrasmatje in. Het nestje loopt iets schuin naar achteren weg. Kippen zoeken een rustig en donker plekje op om eieren te gaan leggen. De eieren rollen eigenlijk onder de kip vandaan op een bandje wat achter het nest langs loopt. Op die manier worden de eieren twee keer daags verzameld door het bandje af te draaien. Oké, en de kippen die hier nu allemaal, staan, moeten die allemaal nog eieren leggen? Het is nog vroeg. Dus het grootste gedeelte van de kippen die hier in deze omgeving bivakeren, die staan te wachten op een plekje in het nest om een ei te kunnen leggen. In principe legt een witte kip witte eieren, en, tenminste op ons bedrijf, en een bruine kip legt bruine eieren.
Dus ja, zeg maar om beide eieren te hebben en te kunnen aanbieden, hebben we zowel witte als bruine kippen. Merk je nog verschillend karakter van de kip bijvoorbeeld? Ja, een bruine kip, ja, je ziet het al, als je daar in de buurt zit, dan komen ze naar je toe. En ja, zijn ontzettend nieuwsgierig en willen ja, eigenlijk precies zien wat er gebeurt. En een witte kip vliegt eerst bij je vandaan, loopt eerst bij je vandaan. En komt pas in veel later instantie bij je kijken wat je aan het doen bent. Mijn ouders, die hebben, toen ik geboren werd, hadden die een bedrijf waarbij ja, het allemaal nog lang niet zo geautomatiseerd was als nu. Dus mijn vader en moeder waren ja, eigenlijk veel in de stallen. En uit de gek zeggen ze wel eens van ja, je bent geboren in een eierkist. En daar heb je ook altijd in gelegen. Maar nee, dat is natuurlijk mijn gekheid. Maar nee, ik ben gewoon geboren en getogen tussen de kippen. En ja, ik ben ermee groot gegroeid. En ja, het zijn gewoon hele mooie beestjes. En nou ja, als je hier zo, als ik hier zo tussen die kippen zit, dan ja, word ik wel blij van. We zijn begonnen met het verzamelen van de eieren. Wat ik hier zeg maar doe is nou, veertjes zoals die op de eieren zitten er zoveel mogelijk afhalen. Maar ook nou, goed, als er een keer een vervuild of een kapot ei meekomt die ik zeg maar zie, die halen we er allemaal uit. Je hebt daar bijvoorbeeld een ei apart gelegd. Wat is daar mis mee? Nou, dit is als je hem vergelijkt. Dit is zeg maar een gewoon ei en dit is er eentje met een dubbele dooier. En als die onder dadelijk op de pallet zou komen, dan wordt die in elkaar gedrukt. Dus dan is die kapot. Dus we zorgen dat die bovenop de pallet wordt afgeleverd. En wat gebeurt er met de kippen als ze geen eieren meer leggen? Wij krijgen hier zeg maar, op het bedrijf de kip als ze 17 weken oud zijn. Voor die tijd van kuiken tot 17 weekse hen hebben ze op een opfokbedrijf gezeten. Daar zijn ze ook al gewend aan het systeem zoals we dat hier hebben. Dus daar leren ze al vliegen en dat ze s'nachts netjes op zitstok gaan slapen. Als ze 17 weken zijn, komen ze met een grote vrachtwagen hier naartoe. Worden ze hier in de stal ja, zeg maar gelost, losgelaten. En ja, rond de 20 weken beginnen ze met het eerste ei te leggen. En uiteindelijk gaan de kippen hier naar dik anderhalf, kleine twee jaar weer van het bedrijf af. En dan gaan ze naar een slachterij. Hier op het bedrijf worden alle eieren gestempeld, geprint. Er staat dus uiteindelijk een code op. De 2 staat voor scharreleieren. En L, land van herkomst, Nederland dus. Nou, 4054, dat is mijn unieke bedrijfsnummer. En 03 is uiteindelijk de stal op het bedrijf waarin het ei geproduceerd is. Ja, we kunnen het niet heel goed zien, maar hier zitten een heleboel kippen. Ja, dat klopt. Ik heb in deze stal voor een aantal jaar terug een skybox, een bezoekersruimte gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een ruimte van waaruit we de stal in kunnen kijken. Het is nu aan deze kant vrij donker, omdat je anders niet door deze ramen heen kunt kijken. De kippen kunnen niet zien wat wij hier doen, maar wij wel wat de kippen in de stal doen. En ja, ik heb zeg maar, deze ruimte gemaakt om te kunnen laten zien wat er hier op het bedrijf gebeurt.
voeren is aangebroken? Ja, de meeste eieren zijn gelegd. En nou goed, de kippen hebben vanochtend eerst ontbijt gehad. Dus zeg maar net nadat het licht in de stal aanging, ontbijten ze. Nou, net als wij mensen dat ook doen. En nou goed, dan heb je een periode van rust in de stal waarin ze hun ei kunnen leggen. En als dat klaar is, krijgen ze zeg maar, eigenlijk iedere twee uur opnieuw voer. Zodat ze de hele dag eigenlijk verder voer kunnen pikken wat ze willen en nodig hebben. Als een kip gaat eten, dan pikt hij dus het graan gewoon op met zijn snavel. Een kip heeft een krop, die zit hier. Daar wordt het voer zeg maar in voorverteerd. Dus daar komen al spijsverteringssappen bij. Maar ook zitten daar grove delen om zeg maar, het voer te malen. Nou ja, als ik een kip moet beoordelen, dan kijk ik als eerste naar zijn serverenkleed. En om hem te beoordelen, kijk ik verder naar de vleugelspanning. Dus als ik een kip zo vasthoud, dan moet er gewoon kracht in de vleugels zitten. Nou, hier heb je het borstbeen van de kip. Daar moet gewoon mooi vlees op zitten. Dat zegt wat over de conditie van de kip. En uiteindelijk heb je hier de legbuik waar het ei gevormd wordt. En die moet gewoon mooi soepel zijn. En dat is eigenlijk hoe je een kip beoordeelt op zijn kunnen. Hoe is het gesteld met de eiprijs? Ja, de opbrengstprijs voor eieren op dit moment is eigenlijk ook gezien de voerkosten dramatisch. Wat ik op dit moment aan voerkosten en zeg maar aan kosten kwijt ben, dat is ongeveer op hetzelfde niveau als wat ik terugkrijg voor mijn eieren. Zijn we sowieso wel gewend om, we hebben mindere periodes, we hebben betere periodes om dat te middelen. Maar ja, echt leuk is het natuurlijk nooit als iets geld kost. We zijn nu in de mestdrogerij. De mest die uit de stallen komt, die heeft ongeveer 40% droge stof. Dus dat bestaat voor 60% uit water. Wat we hier op deze installatie doen, is de mest in twee dagen nadrogen tot meer dan 80% droge stof. Dus in feite laat je het water verdampen. Enerzijds zijn dan de transporteurs niet met water aan het rijden als ze de mest ophalen. En anderzijds ontstaat er een product waar heel makkelijk korreltjes van te persen zijn. Die onder andere weer in tuincentra in Nederland te koop zijn. Maar ook bijvoorbeeld naar Frankrijk worden geëxporteerd en daar in de wijnbouw worden gebruikt. Maar ook echt weer teruggaan naar derde wereldlanden, waar zeg maar ook een gedeelte van onze grondstof vandaan komt voor het kippenvoer. Dus om op die manier toch de cirkel weer rond te krijgen. Kijk volgende week naar een nieuwe uitzending van De Boer Op. Dan zijn we aanwezig op het vermeerderings- en vleesvarkenbedrijf van de familie Zeevalkink in Hengelo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Univé Oost.